Het Kamertoneel werd in opdracht van baron Hieronymus van Slingeland gemaakt. Hij was een van de vele rijke regenten van Amsterdam. Hij liet het in 1781 maken en stelde het op in zijn huis. Later neemt zijn zoon, Hieronymus Nicolaas van Slingeland, het toneel over. En na hem zijn erfgenamen. Het toneel is lang in de familie gebleven. De laatste particuliere eigenaar was Jan Six, die in 1960 onverwachts overleed. Het Kamertoneel staat bij baron van Slingeland thuis opgesteld. Regelmatig nodigt hij vrienden en kennissen uit om het toneel te bekijken. Er worden geen toneelstukken in opgevoerd. De baron laat zien hoe de decors verwisseld kunnen worden. Hij laat de bewegende zee zien. En dat alles zonder dat het voordoek wordt neergelaten. Deze zogenaamde open chansementen zijn voor zijn gasten prachtig om te zien. Het toneel is in 1962 door het toenmalige toneelmuseum aangekocht van de familie Six. Er zijn minimaal 3 mensen nodig om het toneel te bedienen. 1 om het mechaniek te bedienen, waarmee de decors verwisseld kunnen worden. 1 om het voordoek op te halen en de achterdoeken op te halen of te laten zakken. En 1 om bij alles te assisteren. De techniek van het Kamertoneel is dezelfde als die in grote schouwburgen van die tijd. Daar schuiven ook zijschermen heen en weer en worden achterdoeken tegelijkertijd in beweging gebracht met een systeem van touwen, katrollen en tegengewichten. Er zijn in totaal 12 decors. 8 decors zijn geschilderd door Pieter Barbiers. En François-Joseph Vijver schildert er later nog 4 bij. Beide schilders werken ook voor de Stadsschouwburg in Amsterdam, waar zij decorschilder zijn. Het toneel is tot 1960 in de familie gebleven. Alle erfgenamen hebben er voorstellingen mee gegeven. En hebben wel eens wat aan het toneel of aan de decors veranderd. Maar het mechaniek om decors te verwisselen en de meeste decors zijn nog net zoals toen ze waren toen ze gemaakt zijn. Er zijn rekeningen bewaard voor het schilderen van de decors. Er zijn schetsen van het toneel en er is een programmaboekje van de voorstellingen. Daarin is opgeschreven wie er op bezoek kwam en welke decors ze gezien hebben. Het toneel is zo bijzonder omdat het een goed beeld geeft van de inrichting van het toneel in de 18e eeuw in Nederland. En vooral omdat het nog steeds werkt.